Ja, Gerrie, de assistent van Adrie, gefeliciteerd met je baan. Ik heb de indruk dat je er echt heel blij mee bent. Ja, sowieso heel blij. Nieuwe uitdaging, fijn gevoel, fijne mensen. En voordat er getekend werd, zijn er natuurlijk een aantal gesprekken met elkaar geweest. Zowel met de club als met Adrie. Ja, en ik had wel besloten in mijn leven dat ik wel op een leeftijd ben gekomen dat ik met goede en fijne mensen werkzaam wil zijn. En waarbij de norm ook op een bepaald niveau ligt. Dus vandaar dat ik bewuste keuze heb gemaakt voor een volgens mij een hele warme club. En een fijn stel mensen. En een warme club, dat vind je belangrijk, denk ik. Wat zegt dat over jou als persoon? Nou ja, kijk, als je dus een aantal jaren meeloopt, dan heb je natuurlijk veel verschillende identiteiten van clubs. Historie van clubs. Amsterdam is ook prachtig, direct, maar iets verwesterd. PSV meegemaakt, ook Brabants, maar ook het is een pretendeert een topclub. Daar zijn ook andere normen. Vorige week kwam ik hier tekenen. En als ik dan zie het warme ontvangst wat ik daarbij kreeg. En de blijdschap van de mensen dat ik voor hun club had gekozen. Ja, dat deed me wel goed. Gaf me wel een heel fijn gevoel. Wat wil je bereiken hier in Tilburg? Ja, dat is een hele mooie vraag. Goede vraag ook. Ik heb natuurlijk een aantal gesprekken met Joris gehad. Het grappige is dat we eigenlijk na 5 minuten al een bepaalde klik hadden over de manier van denken. Waarom is Joris zo succesvol geweest als speler? Dat komt ergens vandaan. Waarom heb ik zo lang in de top kunnen werken? Dat komt ook ergens vandaan. Dat heeft volgens mij alles begint de eerste keer. En wat belangrijk is als je vraagt wat wil je bereiken hier. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de norm in kwaliteit omhoog moet. Maar in alle geledingen. Dat gebeurt bij de technische staf, bij de spelers. Ik onderbreek je even, want ik hoor dat heel veel mensen zeggen. De kwaliteitsnormen moeten omhoog. Kan je dat eens concreet maken voor mij? Ja hoor, dat heeft te maken met de eis naar elkaar toe. Of je bent tevreden met een 6, of je wordt tevreden met een 8, 9. In cijfer uitgedrukt. Kijk, en de norm hier is de afgelopen jaren geweest net niet gedegradeerd. Dat komt niet voor niks, dat komt ergens vandaan. Dat kan in de kwaliteit van spelers liggen, dat kan in de kwaliteit van de mensen liggen, dat kan in de kwaliteit van de trainers liggen. Dat laat ik in het midden. Maar ik denk als je van de eerste minuut een bepaalde norm neerlegt van jongens, dit is de lat die we voor iedereen neerleggen. En daar heeft iedereen zich ook aan te houden. Volgens mij is dat 20 jaar, hoorde ik me net vertellen, met Coadera's ook een keer gebeurd. En toen stond heel Tilburg op de kop. Nou, als je vraagt, joh, wat is je ambitie hier? De komende jaren iets neerzetten, wat uiteindelijk een soort historie schrijven. Dat is eigenlijk wat ik heel graag wil.